Het is weer too good to go tijd. Nee, is niet te tillen, hè? Hij is echt heel zwaar. Welkom allemaal bij deze nieuwe vlog. En het is inderdaad weer too good to go tijd. Oh, wat is het weer lang geleden. Net door alle verbouwingen en alle dingen die ondertussen geplaatst zijn bij ons thuis, was het niet altijd zeker dat ik de keuken kon gebruiken. Dus ik durfde niet altijd de gok te nemen om een pakket te bestellen met dan het risico er niets mee te kunnen doen. Maar zoals jullie weten is alles klaar, alles zit erin. Dus ook weer tijd voor too good to go. Er waren ook veel mensen die erom vroegen hoor. Dus wij gaan ook zeker hiermee door en gaan nu de komende tijd weer aan de slag om zoveel mogelijk verschillende pakketten aan jullie te laten zien. Vandaag dacht ik, ik heb nog niets in mijn hoofd voor het avondeten. Er was nog een Jumbo beschikbaar in Made. En daar gaan we dus een pakket ophalen om hopelijk vanavond lekker van te kunnen gaan eten met z'n drietjes. Zo, ik heb het pakket toch heel even in de koelkast gezet. Want ik ga eerst even Nova halen uit school. En dan laten wij zo meteen aan jullie dit pakket eens even zien. En toen was ik er ineens. Oh, de kat schrikt. eigenlijk zouden Melissa en Nova deze gaan uitpakken, maar ze kwamen thuis. Het was ineens een vriendje, hè? Nova is er wel bij. Ja, zit er wel. En we wilden graag kijken een keer hoe het achter de schermen gebeurt. Precies. En de mama in de gaten houden. Maar goed, ik ga dus het pakket uitpakken van Too Good To Go, die bij de Jumbo in Made is gehaald. Ik kan me herinneren dat in een van onze vorige Too Good To Go vlogs wij daar ook hebben gehaald. Daar hebben we toen er heel goed van gegeten s'avonds. Het is een ontiegelijk zwaar pakket. Dus dat zegt niks, hè? Nee, zegt niks. Maar we gaan eens kijken wat er dus allemaal in zit. We beginnen gewoon van bovenaf aan. Spannend. Biologisch gesneden rode kool. Lekker. En we hebben weer een fatsoenlijke keuken, dus we kunnen gewoon nu weer koken. Dan hebben wij hier, we zitten er ook altijd bij. Dat is, dit is alfalfa. Mm-hmm. Wat is dat? Ja, alfalfa. Ja, dat kan niet salades. Nee, is niet. Kan ik bio? Weet niet of je die al eens op hebt, Nova. Ja, dat weet ik niet. Het doet gewoon bij een salade, denk ik. Soepgroenten. Oh, dan doe ik dat wel. Ik heb vandaag al soepgroenten gehaald voor de soep die we eten. Maar dan doe ik gewoon een beetje extra bij. Dus maar een klein zakje. Klein zakje. Dan krijgen wij wokgroenten. En dit keer de Thaise. Thaise. Wat zit erin? Wat staat het bij? Pak soi, rode ui, Chinese kool, sugar snaps en taugé. Oké. Helemaal goed. Dan hebben wij de mini krieltjes. Jee, die eten we dan. Volgens mij lust jij die, of niet? Ja, hè? Dan hebben wij ook een stukje vlees erbij. Oh, lekker. We hebben namelijk een ribcarbonade. Een ribcarbonade. Ja. Oh ja. En bij dit vlees wordt ook, en het is de onderste, die pak ik even. Ja. Zo. Gemengd gehakt gekruid. Lekker, hoeveel zo? Bijna kilo. Ja, bijna kilo. Alleen dit heeft dus al een normale prijs van 6,60 €. Wat heb je hier op betaald? 4,99. En dan hebben wij misschien ook nog iets van een eindingetje. Hamprijkies. Oh, kies. Met hamreepjes en prei. Oh, lekker. Deze oh, ja. Denk ik ook. Ik denk het ook. Want het is dat ding in dat prei lus jij, hamre lus jij. Dus dat moet lukken. Ja, dat was het. Nou, volgens mij weer een mooi pakket. In het begin al eten. Ja, deze gaan we denk ik ook. Ik heb al denk ik een idee wat het gaat worden. Dan gebruiken we niet alles. We zullen van veel hebben. Heerlijk. Huh? Ik denk dat we dan deze... Even nog niet gebruiken vandaag. Doe nog niet. Ik denk dat we die even gaan invriezen. Ja. Want ik denk haast dat we dan gaan voor aardappeltjes. Ja. Met quiche. En dan maak ik denk ik een salade. En dat is dan niet helemaal met dit. Maar rode kool, alfalfa, wortel en appel. Heb ik juist toevallig op mijn lijstje om daar een lekkere salade van te maken. Dus dan heb ik ook twee dingen van onszelf. Ja. Soepgroente gebruik ik morgen in de soep. Ja. Dus die ook, ja, en dan de ribcarbonade wordt ook gewoon even, want we hebben nu ook de quiche, dus er zit natuurlijk ook al ham en zo in, dus dat is al een beetje het vlees. Ja. En ik moet alleen even denken of ik iets met die wokgroenten nu kan.
Kunnen die, kan dat hier niet doorheen? Nee, dat kan niet trouwens. Ja, het kan wel, maar het is niet... Nee, ik denk niet dat het nu lekker is in de mix. Okay. Hoe ik het nu doe. Nou, dan gaan we gewoon kijken. Precies. Nee, dat is juist het leuke. En wij weten dat ook niet altijd, Nova. Dus dan gaan we proberen. En als we niet lust, dan eet het volgende keer niet meer. Zo die, makkelijk is het. Die wil ik gelaten. Ja, lekker. En aardappeltjes, hè? Avondmaal is klaar. De quiche ziet er goed uit. Uit de oven. De aardappeltjes op allemaal onze borden. Dennis en Nova hebben er een stukje vlees bij gekregen. Die had ik nog liggen. Is dus niet van de Too Good To Go? Nee, die is gewoon vanuit de koelkast. Vanuit de koelkast. De salade die ik heb gemaakt is dus een mix van de rode kool die we hadden en de alfalfa die we hadden. En ik heb er zelf nog wat wortel, appel en walnootjes doorheen gedaan. Met als we het wilden... Het ziet er vanaf hier heel vies uit. Het ziet er heel goor uit. Maar het is super lekker. Ja, het is lekker. Een dressing van olijfolie met sinaasappelsap. Dus die kan je er overheen doen. Ik ga het eerst ook even zonder. Want ik denk dat ik het ook een beetje ga mixen met mijn aardappeltjes. Ik denk dat het wel een lekkere combinatie is. Stukje quiche erbij. Nou, wij kunnen lekker eten. Eet smakelijk! Miam, miam, miam! En dat voor €4,99 kunnen wij weer lekker met z'n drieën een goede avondmaaltijd eten. Zeker. En toen zaten we onverwachts heel snel alweer in de auto op weg naar een volgend Too Good To Go pakket. Het is namelijk ongeveer, nou, het zal een uurtje hooguit zijn na de maaltijd die jullie hiervoor zagen. Toen keek ik op Too Good To Go om even te zien wat er eigenlijk allemaal voor nieuws bij is gekomen. En toen viel mijn oog op de Albert Heijn, waar ze een Too Good To Go uit het assortimentpakket met frisdrank hebben. Nou, dat is toch best leuk om een keer te proberen. Iets heel anders dan eten of brood van de bakker of avondeten of wat voor dingen. Maar een pakket met frisdrank. Dus daar gaan we eens even nu naartoe rijden. Nee, het is niet te tillen, hè? Hij is echt heel zwaar. Oh. Wat een zware tas, hè? Jeetje, dit is weer iets unieks, hè? We hebben een frisdrank uit... Uit het assortiment pakket frisdrank. Uit het assortiment pakket frisdrank. Ja. En welke winkel was dit? Dit is de Albert Heijn. Albert Heijn. €4,99. En ze deed er behoorlijk wat in de tas. Heel veel. Dus ik ben benieuwd. Nou, we gaan beginnen met uitpakken, hè? Laten we eens kijken wat er allemaal in zit. Wow! Wow, ik heb hem schat. 5 liter water. Wow. Ja, pak de volgende. Nou, even kijken wat er allemaal in zit. Wat is het? Water speciaal voor... Kids. Voor kinderen. Aha. Die kunnen we mee... En ik ben een kind. Echt? Ja. En die kunnen we meegeven naar school. Ja. Ja. En... Oh, er zit nog een verdwaalde extra flesje. Ja, nog een losse, ja. Dan hebben we nog een waterflesje. De grote variant. Yes, mag ik hem in de school? En dan... Kokosdrink. Ja. Als basis voor een smoothie of shake. Oké. Okay. Lekker. Jij hebt ook iets lekkers, zie ik. Sissy No Bubbles. Zit er geen prik in. Oh, ik heb nog een verdwaalde waterfles. Ah, lekker. Zet er dan ook even bij. Allemaal blikjes. Nou, zullen we maar gewoon eens uitgaan. Zet ze eens neer, ja. Dat ja, zet ze gewoon neer. Wij hebben Albert Heijn Basic Cola. We hebben er 1. Nog vertellen. Ik heb hier nog. Oh ja, heb je nog van 2. Deze ook? Van deze staan? 3. Van deze wel. Ja, die wel. 4. 5.
6. Ja, 6 van deze? Ja. Oké. Okay. En dan hebben we ook nog Coca-Cola vanille. Zero sugar. Blijkbaar verkoopt hij niet zo goed. Nee, want dan gaat ook uit zijn assortiment, ja. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Ik kan precies bijna. 8. 9. 10 stuks. Wie niet weg is, is gezien. Ik kom. Wow. Nou, we hebben het even uitgerekend wat al deze spullen kosten. Laten we beginnen dan in dit geval met de eerste. Is goed, ik zal even eerst overzicht. Het is echt zoveel. Ja, veel hè? Ja. Deze blikjes, die kosten 68 cent per stuk. Nou, we hebben er 10 gekregen, heeft dus een waarde van 6,80 euro. We hebben dus 4,99 euro betaald. Dus alleen met die blikjes is het dan terugverdiend. Deze blikjes kosten 40 cent per stuk. Keer 6 is 2,40 euro. Die is 1,89 euro. Die is 1,69 euro. Dit was de grootste verrassing. Deze heb ik alleen op bol.com kunnen vinden. En deze heeft een verkoopwaarde van 10,79 euro. Of dat helemaal klopt, dat durf ik niet te zeggen. Het is natuurlijk wel niet te tillen. 5 liter. Deze... Die waren, moet ik even denken, 70 cent? Ja. En deze, totaal 7 stuks, 2,29 voor een 6-pak. Dus per stuk zeg maar ongeveer een 38 cent. Dus als we al deze kosten bij elkaar gaan optellen, komen wij op een totaalprijs uit van 27 euro en 76 cent aan waarde. Nou, dat is wel een goede deal dat we er maar 4,99 voor hebben betaald. Hartstikke gaaf om zo eens een keer eens te doen. Een product dat we nog helemaal nooit hebben gehad. Een uit het assortiment frisdrankenpakket. Nou, wij kunnen hier voorlopig weer even van drinken. Ja. En daar zijn we bij het laatste stukje van deze Too Good To Go vlog. En ik denk dat het wel een hele leuke is. Ik zat weer in de lijst te kijken, want ik wil natuurlijk wat nieuwe dingen gaan doen, zoals ik al eerder zei. En het is me gelukt, want sinds een korte tijd staat er een Starbucks van Breda Hazeldonk, dus bij de Shell eigenlijk, staat er op. En ik denk, nou, ik ga het eens proberen. En het is me gelukt. En Starbucks heeft natuurlijk een heleboel lekkere cakejes, koekjes en dat soort dingen. Dus wij hopen stiekem dat daar natuurlijk iets lekkers bij zit. Ja, ze hebben ook koffies, maar ik neem toch aan dat daar niks van over datum kan. Maar ik laat me graag verrassen, dus we gaan eens even kijken. Nou, we hebben een tas, maar binnen duurde het erg lang. En ze stonden me ook erg verbaasd aan te kijken. Maar dat zal ik binnen even vertellen. Als Dennis er ook bij is, dan weet hij het ook gelijk. Ik ben benieuwd. Melissa en Nova komen binnen met een hele mooie tas van de Starbucks. Maar Nova die wilde wat vertellen. Ja. Want blijkbaar... Ja, het is een klein beetje misgegaan. Want we hebben geen cadeau meer. Die goed pakket, ja. Ja, want het is een klein beetje fout gegaan. We hadden die daarin staan. Dus we hebben wel nog iets gekocht, maar niet meer... Heel veel. Dus wel nog een beetje een paar dingetjes. Oké, dus als ik het goed begrijp, want ik weet het natuurlijk ook niet, was er geen Too Good To Go pakket? Nee. Dus er was eigenlijk niks om te redden? Nee. Maar dat hebben ze niet doorgegeven aan ons? Nee, maar we hebben wel, we mochten nu wel iets zelf kiezen wat we mochten. Ja? Dus dat was best wel fijn. Meestal mag dat ook niet, maar ik kan Too Good To Go pakket. Too Good To Go, ja. Oké, dus... Omdat we dus geen pakket hadden staan voor ons, hebben jullie dus zelf iets mogen kiezen. Ja. Oké, nou, dan ben ik heel benieuwd. En wat er gezegd werd, klopt inderdaad. Er moet een kleine toevoeging bij, want blijkbaar is er dus inderdaad iets fout gegaan vanuit Starbucks zelf. Ze hebben het pas net dus toegevoegd, dat vertelde ik ook. Hè. Het was net een nieuw toegevoegde winkel, om het zo te zeggen. Er is blijkbaar iets fout gegaan, dat hij toch is opengezet. Want in verband met de coronarichtlijnen hebben ze al een paar weken geen
cakejes, koekjes en dingen. Want er mag niks gepakt worden. Het moet allemaal verpakt zijn. En ze hebben dus al heel lang dat schap dicht. Toen ik daar was, was het ook echt afgeplakt. En er waren er helemaal geen spullen ter koop. Dus het is heel raar eigenlijk dat het pakket toch open stond. Dus toen ik daar kwam, ik heb een Too Good To Go pakket, zaten ze me heel raar aan te kijken. Want ze hadden letterlijk niets. We gaan nu even laten zien wat er allemaal in het pakket zit. Nog wel één kleine verrassing. Want ze hebben er een doosje in gedaan met iets wat uit de diepvries kwam. Wat dat is, dat weten wij dus zometeen ook pas. Maar ik vind allereerst wel dat ze het heel netjes opgelost hebben. Nou, ik zie al in ieder geval één hele lekker ding wat ik eigenlijk al wist. Want Melissa belde mij op van, wil jij dit hebben? Omdat ze natuurlijk zelf een keuze mocht maken. En wat hebben we dan? Een hele lekkere frappuccino met karamel. Ik mocht kiezen tussen een ijskoffie. Nee, toen dacht ik aan jou. Ja. Ja, nou, die gaat er zeker in. Nee, dat is ja, lekker. Dat is lekker. Mag ik nu? Ja, dat doosje. Ja, die is voor papa nog. Dat komt er nog bij. Nou, mag jij gewoon eens pakken. Pak dat doosje maar, dat bovenste doosje. Daar zit hij in. Want jij weet wat er al in zit natuurlijk iets. Ja, die weet jij al. En wat zit daarin dan? Nou, laat zien. Papa weet het nog niet natuurlijk. En hoe moet ik dat doen? Denk je dit? Wow! Oh, een musli-reep en een hele grote chocolademunt. Ja, die hadden we allebei, mochten we er eentje uitkiezen. En we hadden nog iets voor algemeen gebruik. Dat zit denk ik daar los nog in. Ja, die. Mini stroopwafels. Oeh, ook karamelwafels. Ja, karamelwafeltjes. Dus die mochten we. Deze drie wisten wij dus eigenlijk. Die hebben we zelf mogen uitkiezen uit de verpakte spullen. Oké, maar dit is dus een verrassing. Ja. Nou. Dan gaan we het bekijken over. Ik weet ook niet. Nee. 1, 2. Oeh. Oh. Kijk eens. Kijk eens. Oh, die is voor jou, hoor ik. Ga je nou gelijk claimen? Nou. Nou, dus dit is inderdaad toch wel een beetje wat we stiekem hoopten, hè? Met de lekkere dingetjes erbij. Leg die van jou er eens ook even bij. Ja, leg er ook maar los. Kijk eens, dan kunnen we even laten zien wat we hebben gekregen voor €4,99. Ja, €4,99 kost het pakket normaal. En we hebben nu... Ja, lekker. We hebben nu voor een waarde voor €15 tot €20 mogen pakken. Dus zelf mogen kiezen, zeg maar. Nou, dat is de moeite. Jazeker. En uiteraard, als dus straks de coronamaatregelen nog meer versoepeld gaan worden, dan gaan we deze zien. Ja, dan gaan we ook eens kijken, precies. Maar ook hier zijn we al erg blij mee. Nou, toch? Die gaan we vanavond oppeuzelen. Die ga ik nu oppeuzelen. Die ga ik strakjes misschien wel oppeuzelen. Die? Wie zegt dat? Oh, ik vind even lekker eruit. Ik hou niet van de chocolade. Dus we gaan het gewoon delen. We gaan het zien. Dus om de bedragen nog een klein beetje te delen, hè, wat we vaker doen. Deze is een tal koffie, zoals ze dat noemen. Die is €4,95. Deze munt dachten we €1,50 gezien te hebben. Deze weet ik is €1,60. En deze was €1,90. Dus nou ja, dit alles bij elkaar. Kijk, alleen de koffie natuurlijk al is al die €4,99 die we ervoor betaald hebben. En dan hebben we nog 3 lekkere koeken. Maar ik heb geen flauw idee hoe duur die normaal zijn. Maar ik weet wel dat de koeken van Starbucks sowieso erg lekker zijn. Maar ook meestal vrij prijzig zijn. Maar hoeveel precies? Ik weet het niet. Maar die vrouw zei dat het ongeveer €15 tot €20 bij elkaar was. Nou, wij hebben jullie dus weer een aantal Too Good To Go pakketten laten zien. Ik weet dat er heel veel vraag is op ons kanaal naar deze video's. Dus we zullen ze zeker de komende tijd weer wat vaker gaan maken. Dat is voor ons natuurlijk ook hartstikke fijn. Want wij hebben zo op die manier heel goedkoop weer goede avondmaaltijden. Of een lekkere snack tussen de middag. Wij gaan deze vlog nu afsluiten. Als je nog niet geabonneerd bent, vergeet dat zeker niet te doen. Waar kunnen ze dan op klikken? Op die knop, hè? Ja. Ja, op die knop die hier beneden staat onder de video's. Daar staat op abonneren. En vergeet dan ook dat... Dat belletje niet wat ernaast staat. Want op die manier missen jullie dus geen enkele video van ons. Want als wij iets uploaden, dan krijg je daar een berichtje van. Laat natuurlijk die grote, dikke, blauwe... Duim niet achter! De duim achter. En deel de video eventueel natuurlijk ook met jullie vrienden of kennissen. En voor nu kunnen wij dan niks anders zeggen... Tot de volgende keer. Doei! En wat ga jij nu doen? Ik ga nu een chocolade met eten. Ja, dat dacht ik al. En wat ik nog was vergeten om te laten zien, wat het eigenlijk heel erg netjes maakte hoe ze het nu oplosten, omdat er dus niets klaar stond, is dat wij 2 gratis drankjes krijgen. Ze heeft gewoon 2 stempelkaarten helemaal volgemaakt met stempels, zodat wij een volgende keer dus
twee gratis drankjes, zelfde grootte als die Dennis nu heeft, gewoon kunnen halen als eigenlijk soort compenseren van datgene wat we nu niet hebben kunnen krijgen. Dus nogmaals, Breda Hazeldonk, ook al was er nu niets, ik vind het een hele goede oplossing hoe jullie dit hebben gedaan. Nou, we hebben jullie de...